Welkom, medereizigers, bij aflevering 152 van Een Cursus in Wonderen. Mijn naam is Mayra en wij reizen samen door onze innerlijke reis. Vandaag beginnen wij met hoofdstuk 22, Verlossing en de Heilige Relatie. Vandaag de inleiding van dit hoofdstuk. Een heilige relatie vertrekt van een ander uitgangspunt, bespreken we zo. Ieder heeft naar binnen gekeken en daar geen gemis gezien. Aangezien hij zijn compleetheid aanvaardt, wil hij die uitbreiden door zich met een ander te verbinden die heel is zoals hij. Oké. Dus de heilige relatie heeft een ander uitgangspunt, anders dan het ego. Maar het ego, die ziet alleen maar twee of meer. Het ego ziet afgescheidenheid. Maar het uitgangspunt van een heilige relatie is de eenheid. Weet je nog? Er is maar één. Het zelf kent geen verschillen. Het zelf kent geen lichamen. Lichamen verbinden zich niet. Dus die ieder die naar binnen kijkt, is niet het lichaam. Het is de Heilige Geest die in ons is. Als de dromen van de droom. Oké, laat daar even resoneren. Hij ontkent zijn eigen werkelijkheid niet, omdat die de waarheid is. Hij bevindt zich vlak onder de hemel, maar voldoende dichtbij om niet naar de aarde terug te keren. Ja, hij is de Zoon van God. De Zoon van God, nou, ziet zijn eigen waarheid, want dat heilig ogenblik, hè? De heilige relatie is in een heilig ogenblik dat bestaat buiten de droom van tijd en ruimte. Het is een ogenblik van vergeving. Het is een ogenblik waarin de Zoon van God erkent het zoonschap als één, de verzoening wordt geaccepteerd, de afscheiding heeft nooit plaatsgevonden. Dus die oorzaken van die effecten van zonde, schuld en angst, die kunnen niet bestaan. Dus in de heilige relatie, in een heilige ogenblik, ervaren we de vrijheid. En die vrijheid is heel dicht bij de hemel. We hoeven ons daar helemaal geen zorgen over te maken. Ja? Want deze heilige relatie bezit hemelse heiligheid. Hoe ver van huis kan een relatie zijn die zo op de hemel lijkt? Maar wij komen dichter en dichter bij de hemel. In deze hemelse heiligheid zien wij het lichaam op een heel andere manier. Wij weten nu dat het lichaam geen bescherming biedt. Het lichaam is en was nooit de veilige oord die wij dachten dat het was. Voorbij het lichaam nou zien wij louter onschuld. Ieder broeder en zuster zijn volkomen onschuldig. Dat is nou de relatie van de hemelse heiligheid. Oh, wij zijn nu zo ver gekomen met onze reis. Wij zien in dat deze wereld echt een illusie is. En dit willen we niet. Wij willen voorbij kijken. Wij willen dat heilig ogenblik oefenen. Wij willen in een heilige relatie. En nou, bekijk eens wat een heilige relatie kan onderwijzen. Haha, hier wordt de overtuiging ongedaan gemaakt dat er verschillen zijn. Hier wordt het geloof in verschillen omgezet in geloof in gelijkheid. En hier in de heilige relatie wordt het zien van verschillen tot visie getransformeerd. Nou, hoe mooi is dit? Hoe fantastisch is dit? Nou, voor mij betekent een heilige relatie mijn eenwording met de Heilige Geest. Ja, de cijfer 1, die niet te begrijpen is, wordt in deze relatie aanvaard. Er is maar één. Wij hoeven dit alles niet te begrijpen. In mijn relatie met de Heilige Geest, er is louter eenheid. Inderdaad, alle verschillen vallen weg. Allemaal. Wat de ogen van het lichaam blijven zien, is louter een droom.
Maar visie toont nu de waarheid aan. Okay. Dit is de gouden cirkel, waar jij de Zoon van God herkent. Want wat in een heilige relatie ontstaat, kan nooit eindigen. Nooit. Nou, dit maakt voor mij een cursus in wonderen zo uniek en zo mooi. Alle droomrelaties die afgescheidenheid hebben vertegenwoordigd, worden teruggebracht tot de waarheid van de eenheid. Via onze broeders en zusters leren we ons ware zelf kennen. De relatie met de Heilige Geest is het symbool voor de enige echte, werkelijke relatie die er is. De enige echte, werkelijke relatie die er is, is de relatie die wij hebben met God. Amen. Oké. De verlossing en de heilige relatie. Hij brengt deze twee samen na. De heilige relatie brengt ons tot onze verlossing. En hoe mooi wat hij dat zegt, dat de heiligheid verandert alle verschillen. Er zijn geen verschillen meer. Verschillen worden heiligheid. Verschillen worden gelijkheid na. En leiden tot de visie van Christus. Verlossing en de heilige relatie. Dus dat gaan we oefenen. Ja. En wij oefenen nou onze innerlijke glimlach en een afstands- en een reis zonder afstand. Dankjewel voor het kijken. Misschien tot een volgende keer. Dag.